zijn hierbij de Zandwit. Live uit de Tweede Weertsweg. Ik ga iemand interviewen. Kom mee. Wat vindt u van deze buurt? Het is wel een leuke buurt in te wonen, maar het valt nog wel een beetje mee. Ik ben Jasmin Locate en we staan hier op het Gerard de Borgenplein. We gaan een paar mensen interviewen en vragen hoe het is om hier te wonen. Vind je deze buurt leuk? Ja, het is een hartstikke leuke buurt. Ze hebben hele leuke overburen. Kun je een leuk praatje meemaken. Ik vind het een hele leuke, gezellige, warme buurt, maar er zijn ook wel wat problemen in de buurt. Wat voor problemen dan? Ja, grote mensenproblemen. Ik ben Jaar. We gaan vandaag iemand interviewen bij Gerard de Borgenplein, die hier woont. Vind je dit een leuke buurt? Jawel. Zou je iets willen veranderen? Heel veel. Ik wil wel graag een eigen parkeerplaats voor mijn deur, hier zo. Ja, er mogen wel drempels komen om het plein. Meer veiligheid voor de kinderen hier op plein. Bedankt voor het interview. Wat wilt u veranderen van deze straat? Dat mensen leren om een hond niet in een straat waar mensen wonen te gaan poepen. Dat mensen een beetje opletten op een troep die ze maken. Als je slim bent, dan film je dat even. Opruimen, dus de straat schoon. Vindt u deze buurt leuk? Ja, best wel. Waarom? Iedereen is gezellig. Goede buren. Mag wel wat veiliger voor kinderen worden. Qua veiligheid, want soms scheuren de auto's en de scooters best wel hard hier. Ondanks dat heel veel kinderen spelen. En ja, dat was het eigenlijk. Beetje meer rekening houden met elkaar. Dankjewel voor deze interview. Oké, jullie ook bedankt. Succes, hè?